Integreren kun je leren en het wordt in een tijd waarin de vluchtelingen maar blijven komen ook steeds belangrijker. Logisch dus dat je het goede voorbeeld zou moeten geven als je op hoog niveau voetbalt. Of je nou moslim bent of niet. Dankjewel. Oh ja, ik geef jou geen hand, hè? Dat is waar. Goed. Oké, Nassar Barazit van FC Utrecht weigert dus vrouwen een hand te geven. Daar kun je natuurlijk boos om worden, maar eigenlijk kun je er het allerbeste gewoon maar keihard om lachen. Je ziet het aan die spelers met die kabouter plopbaarden allemaal. Dat zullen ze echt niet leuk vinden, wat je nou zegt. Maar mogen een nieuw nummer nemen. Barazit die zal zich moeten realiseren als hij zich zo gedraagt omdat zijn godsdienst dat voorschrijft, dat hij zich dan moet selecteren voor de nationale selectie van IS... maar dat hij niet bij Utrecht moet spelen. Ja, er zullen maar weinig moslims zijn die deze smaakvolle grappen waarderen... want moslims en humor is meestal niet zo goed huwelijk. Maar toen wij de FC Utrecht handenweigeraar tijdens de training trakteerden op 6 schaars geklede dames... zagen we toch een klein lachje op het gezicht van Nasser. Dames en moedig hem goed aan, hè? Ja. Kom op, wat er verdient die man. Wie zegt ze? Nasser? Wie is dat? Waarom shit? Onze Bart. Die Bart. Ze gaan zo een handje geven. Ja. Dag Nasser. Je moet er wel een beetje om lachen, hè? Hoe is het bevallen, al die commotie hier rondom? Wat doen we? Ligt het zo gevoelig, jongens? Iedereen moet zijn eigen aanpassen, vind ik. Het lijkt me namelijk ook zo'n rottig leven dat je dan een vrouw niet eens een hand kan geven, toch? Je hoeft niet altijd een hand te geven, toch? Je kunt ook wat anders geven. Oh, Nasser! Trouwens, er zijn ook allochtone sporters die wel sterke teksten hebben. Kijk eens wat Nieuwsuur vond in Rotterdam. Eerst een boze blanke man en daarna zijn Turkse buurtbewoner. Gaat nou maar kijken op het naambordje. Nou is het nog 10% Nederlanders. En de rest die namen kan jij niet uitspreken. En bevalt dat? Dat bevalt natuurlijk niet. Ik ben een PVV'er. Eruit met die kankerzooi. We waren net in een café met allemaal blanke Rotterdammers. Die zeiden, alles is achteruit gegaan. De blanke Rotterdammers, die zitten in een café. Om 12:00 middags, op een maandag. Die werken niet. Ja, dan gaat het achteruit, vriend. Ja.